wat? Ja? Steven is meegezongen. Ho, ho, ho. Draai om. Nee, helemaal geen vraag. Dit zijn de Bluegrass Boogeymen. Dit was uiteraard What's Gebeurd van de jeugdvertegenwoordiger. Willy Wartaal is uiteraard van de jeugd. Dat is duidelijk. Zij kunnen, en dat hebben ze al laten zien, van popsongs bluegrass songs maken. De vraag is nu de volgende. Heel simpel. Zij gaan nu een bekend liedje uit de top 2000 verbluegrassen. Okay. Als je denkt dat je het weet, laat het ons weten. Zet hem op, jongens. Carver's gonna talk to you, daddy, he say he ain't seen nothing really down in Buffalo, daddy, sure he would change the ways. I bet a cheerleader was a real big bleeder all the time, as I can reminisce. It was the best things I love with a sister and a cousin, only started with a little kiss like this. Hey. Enig idee? Nee. Vaag. Enig idee? Beastie Boys is niet goed. Run DMC en Aerosmith met Walk This Way. Volgende nummer, voor Bluegrass. Let's go. Luister goed. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Wow. Willy, jij was de eerste. Staat hij ook in de top 2000? Ik denk het wel. Weet ik wat welk liedje is het? Black Eyed Peas met I've Got a Feeling of zo, toch? Ja. De laatste. Luister goed. Goed hoor, jongens. Hey. Te gek. Verrassing tot het laatst bewaard. Ja. En toen wisten we het ineens. Jij doet het eerst. Kon Tom Jones of Prince zijn met Kiss. Nee, dit was een versie van Prince, hoor. Ja. Dus ik wist niet welke. Even kijken. Black Eyed Peas staat op 3,69. Echt? Best hoog, ja. We zijn er. Monica, spreek het verlossende woord. Ongelooflijk. Ik kan je nog bijhouden. En het zie je 8 punten. Het zie je alleen. Je hebt gewonnen. Nee. 7, 5, 5 en 9. Barbara Slijs. Maar je krijgt ook niks.